Welkom bij weer een nieuwe vlog. Voor alle mensen die voor de eerste keer kijken, hartstikke van harte welkom. Voor de mensen die al langer kijken, hartstikke bedankt. Vind ik hartstikke leuk om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Deze week, ik ga het recept van de video's iets veranderen. Ik train, zoals sommigen weten, 3 dagen in de week. De eerste training van de week is mijn volumedag. De tweede is de hersteldag. En de derde dag is de persoonlijke recorddag. Wat ik ga doen is de middelste dag ertussen uithalen. Die is toch niet heel interessant om te zien en het is allemaal helemaal niet zo spannend omdat het een hersteltraining is en alle oefeningen toch altijd wel goed gaan. Dus ik train 3 dagen in de week, middelste eruit. Wat jullie dus in iedere video gaan zien is de training waar ik zo mee ga beginnen, de eerste training van de week en de laatste training van de week. De eerste training van de week zorg ik dat ik heel veel volume heb, dus ik maak veel oefeningen, veel herhalingen en daar ga ik eigenlijk voor zorgen dat mijn lichaam een flinke klap krijgt, waardoor het zichzelf dus aan gaat passen en herstellen. En op donderdag, wat voor jullie over een paar minuten is, dan op die training ga ik zeg maar mijn nieuwe PR zetten, mijn nieuwe records. Dus ik train de eerste dag van de week, gooi ik alle energie, alle explosiviteit eruit. En op donderdag kijk ik of het genoeg is geweest en zet ik nieuwe records. Het plan voor deze donderdag, ik ga 3 oefeningen doen. Elke oefening doe ik 2 setjes met 3 herhalingen. Ik begin met squatten, 150 kilo. Een overhead press van 49,5 kilo en een deadlift met 162,5 kilo. Die overhead press, dat is wel een dingetje deze week. Ik ben heel benieuwd. Mijn oude record stond op 50 kilo, 3 herhalingen en dat lukte niet. Ik moest 1 setje maken van 5 herhalingen met 50 kilo en ik kwam tot de 3 herhalingen. Dus ik denk dat het deze week wel moet gaan lukken, maar ik zit er best wel heel erg over in omdat het een lastige oefening is. En die kan je maar met hele kleine stapjes verhogen. Dus zonder verder gedoe, ik ga beginnen met de eerste training van de week. Let's go! Tegenvallen dit. Yes. Eerst een kleine beetje brief interview. We beginnen met squatten. Daarna overhead presses, power cleans. De overhead presses heb ik lekker zwaar. Ga ik die doen. Voor mij doen 45 kilo. Daarbij wil ik nog wat assistentiewerk van doen. Waarschijnlijk tricep overhead werk om die overhead press toch wat meer volume te kunnen toevoegen en die te kunnen verslaan. Squatten natuurlijk 1001 tips te geven en ik wil sowieso ook nog een video van maken over hoe je moet squatten, maar 2 tips. 1 universeel op iedereen is, zorg dat de barbel in 1 rechte lijn gaat. Dus wanneer ik squat, wil ik zorgen dat de barbel in 1 verticale lijn omhoog en omlaag wil gaan. Ten eerste kost dit minder energie dan wanneer ik moet corrigeren, dus als de bar naar voren zou gaan, moet ik mezelf veel meer corrigeren. Slecht voor je rug, slecht voor je buik, slecht voor alles in principe. Wanneer we verticaal omhoog gaan, leggen we dus ook minder afstand af dan wanneer we niet verticaal omhoog zullen gaan. Dit is een langere afstand, wordt de oefening dus zwaarder, kost meer energie. De tweede tip is, wat ik bij mezelf weet, ik train mijn buikspieren zeer zelden, moet ik zeker meer doen. Daardoor, wanneer ik beneden in de squat ben, wil het nog wel eens gebeuren dat mijn buik ontspant. Dus mijn rug het overneemt. En ik helemaal hol trek. 2 dingen waar ik dus aan denk wanneer ik zak. 1 rechte lijn en continu spanning op de buik. Vandaar mede ook de belt natuurlijk.
extensiewerk is fat bar overhead presses vanaf oog-neushoogte. Waarschijnlijk drie vragen. Waarom vanaf ooghoogte? Waarom met de dikke bar? En waarom met kettingen? Laat ik met de kettingen beginnen. Zo'n zondagtraining die sloopt je helemaal. Het zijn volume dagen, die zijn echt heel zwaar. Je hebt ook veel rustpauze nodig. Trainingen duren lang, dus je energielevel gaat hard omlaag. Als ik kettingen gebruik, heb ik meer stabilisatie, spreek ik kleinere spieren aan. En aangezien ik al overhead presses heb gedaan, is het niet nodig om daar nog meer volume bij te doen. Ik doe er wel wat volume bij natuurlijk, omdat ik deze oefening ga doen. Maar daardoor stabiliseer ik meer en hierdoor, puur door deze kettingen, wordt de oefening ook aanzienlijk moeilijker met toch weinig gewicht. Zodat mijn lichaam niet al te harde klap krijgt. Fatbar in plaats van een normale bar, puur omdat ik het makkelijk vind. Fatbar houdt makkelijker beet, hebt meer draagoppervlak natuurlijk op je hand. Dus dat is dat. En waarom op ooghoogte? Omdat als deze bar op ooghoogte zit en ik niet op keelhoogte begin, het keelhoogte stukje dat komt toch wel omhoog. Vooral wanneer ik mijn onderlichaam weer flink bij beweeg en daar die kracht nog uithaal. En als ik op ooghoogte ben, dan komt eigenlijk het knelpunt waar het moeilijk wordt. Dus daarom gebruik ik deze barbel nu en deze kettingen en deze hoogte qua opstelling. Zodat ik net dat stuk waar vastgelopen daar even extra op train. Laten we hopen dat dat genoeg training was. Stel dat ik donderdag die 49,5 ga halen. De donderdagtraining. Even een hele korte samenvatting, even een korte briefing. Hoe en wat. Ik heb vannacht ben ik om 10 uur naar bed gegaan. Ik ben om 1 uur weer uitgegaan. Dat zijn 3 uur slaap. Dat is niet genoeg. Je moet altijd, en vooral voor die zware dagen, 7 tot 8 uur slapen. En zeker als je gewoon een goede sportprogressie wil maken. Waarom heb ik dat gedaan? Ik kon gewoon niet slapen en ik lag te draaien. En na een half uurtje had ik zoiets van, weet je wat? Ik moet nog wat YouTube video's bewerken, want dat kost gewoon veel tijd. En ik denk, nou, ik ga er maar uit. Dus ik ben om 1 uur s'nachts naar bed uitgegaan. Om 6 uur s'ochtends naar mijn werk toe gegaan. Tot ongeveer 5 uur s'avonds. En heel de dag gewerkt. Het is nu 7 uur s'avonds. Dus ik heb 2 uurtjes tijd gehad om even te eten en even te zitten. Dus ik hoop dat dat mijn sportprogressie niet al te erg in de weg zal zitten. Maar zoals altijd is er maar 1 manier om erachter te komen. Wow. Trouwens, voor de mensen die het nog leuk vinden, ik, zoals jullie zien, squat wat anders dan een normale YouTube-volk. Ik doe een low bar squat in plaats van een high bar squat die het meest voorbij ziet komen. Die video die is in de maak over de low bar squat. Ik wil een complete handleiding maken, zodat jullie precies dezelfde manier kunnen of willen, als je dat zou willen, squatten als op mijn manier. Setje 1 voelde heel erg makkelijk. Tevreden over. Hartstikke makkelijk. De oefening achter mij, de overhead press. Voor iedereen die deze vlog al even volgt, die weet dat één setje met 3 halingen 50 kilo mijn oude record was. Dat was één setje. Vandaag moet ik 2 setjes gaan doen, ook met 50 kilo. Ik zou hem eigenlijk met 49,5 gaan doen, maar het voelt goed. Ik heb er zin in vandaag.
Dus ik denk dat het wel moet gaan lukken, maar dit is maar één manier om erachter te komen. Makkelijk. Hadden die overhead presses met de chain van een aantal minuten geleden, zondag, hadden die toch gewoon goed effect. En daardoor kan de overhead press nou weer stijgen. Misschien dat ik die er nog even inhoud, dus even aankijken en analyseren. En vanaf daar gaan we weer verder. Eten. Veel calorieën, lekker bloksuiker, dat tezijde. Bedankt weer voor het kijken. Er wordt nog bijzonder veel gekeken eigenlijk, had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Als je nu nog kijkt, laat er even een reactie of een duimpje af. Dat vind ik echt hartstikke leuk. Motiveert mij ook weer om gewoon video's te blijven maken en jou te entertainen. Bedankt en tot volgende week.